Sterk Heiwerken. Al meer dan 125 jaar het fundament van Nederland. Ooit begonnen als een klein familiebedrijf, waar de vader en zonen van het gezin Sterk wonend op een werkschip een baggerbedrijf uitoefenden. Ditzelfde baggerwerk heeft het bedrijf eind 1800 uiteindelijk doen neerstrijken in het noorden van het land. Inmiddels heeft Sterk Heiwerken zich ontwikkeld tot een modern, internationaal opererend heibedrijf. Met vestigingen in Trachten, in Brugge, in Duitsland en Florida. De verbondenheid met het water is altijd gebleven. Zo zijn de locaties in Trachten en in Brugge beide gesitueerd aan het water, waar vandaan de pontons en sleepboten van Sterk Waterwerken naar de diverse waterbouwkundige werken worden gestuurd. Tevens dienen beide locaties als opslag voor de grote hoeveelheid damwanden, stalen balken en buizen, de handels- en huurvoorraad van Sterk. Een team van jonge specialisten staat de klant bij om de soms uitdagende en complexe projecten te calculeren, te engineeren, voor te bereiden en uit te voeren. Waarbij meedenken en creatief zijn voorop staan in dit proces. In Trachten bevindt zich de grote lashal van Sterk Metaal, waar staalconstructies tot een lengte van 40 meter gemaakt kunnen worden. Zowel ten behoeve van de uitvoering van projecten als voor externe opdrachtgevers. Sterk beschikt over een uitgebreide en moderne vloot van funderingsmachines. De nieuwste technieken op het gebied van aanbrengmethoden van grond- en waterkerende constructies worden op de voet gevolgd en toegepast. Niet zelden staat Sterk zelf aan de wieg van deze innovaties. Met goed opgeleid personeel streeft Sterk naar de hoogste standaard voor kwaliteit en veiligheid. Tevens wordt een constante instroom en opleiding van jonge mensen nagestreefd, om ook in de toekomst over een goed team van mensen te kunnen blijven beschikken. Met de ontwikkeling van mensen en machines probeert Sterk steeds weer te voldoen aan de steeds complexer wordende wensen en eisen van de klant. Ook omgevingsfactoren als geluidshinder en trillingsoverlast spelen hierbij een rol. Sterk past diverse moderne technieken toe, om zo de omgeving zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Zo kunnen damwanden met behulp van de moderne trilblokken trillingsarm worden aangebracht. En daar waar er nog strengere eisen gelden, zelfs trillingsvrij. Al dan niet in combinatie met technieken om de grondweerstand te verminderen. Ook op het gebied van het zwaardere heiwerk, waarbij lange palen de grond in moeten worden gebracht, staat Sterk haar mannetje. Zo is er de beschikking over diverse heistellingen die met zowel hydraulische heiblokken als dieselblokken palen kunnen heien tot een lengte van ruim 30 meter. Naast het toepassen van moderne technieken zijn projecten, soms ook door de werkomstandigheden, een uitdaging. Zoals bijvoorbeeld bij werken langs en door het spoor, waarbij vaak in een korte tijd, in treinvrije periodes of buitendienststellingen, binnen een klein werkgebied met meerdere machines een hoop werk verzet moet worden, zowel overdag als 's nachts. Bij dit soort werkzaamheden komt het aan op een gedegen werkvoorbereiding en de deskundigheid van de mensen die het moeten uitvoeren.
Ook kan het voorkomen dat de werkruimte zeer beperkt is of moeilijk te bereiken. In deze gevallen kan er een beroep worden gedaan op de inventiviteit van de mensen. Al naar gelang de omstandigheden kunnen hulpconstructies worden gemaakt om ook op de moeilijk bereikbare locaties het werk te kunnen uitvoeren. Naast het inbrengen van damwanden en funderingspalen is Sterk ook een specialist in het verwijderen ervan. Hiertoe beschikt Sterk over in eigen beheer ontwikkelde en gebouwde palenklemmen. Die zodanig geconstrueerd zijn dat een te verwijderen funderingselement niet breekt voordat het in zijn geheel uit de grond verwijderd is. Of het nu gaat om complexe afstempelingsconstructies of het inbrengen van 33 meter lange damwanden. Sterk staat haar mannetje. Zowel vanaf het land als op het water.